In het Sven Natuurpark in Knokke-Heist kan je natuurlijk heel veel bijleren over de fauna en flora. Maar natuurlijk, als je het natuurgebied beter wil leren kennen, dan is een wandeling met gids ideaal. Op donderdag is er altijd een gezinswandeling voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar. En op dinsdag is er een themawandeling. En die mag ik vandaag in primeur uitproberen. Peter, wat is het thema voor vandaag? Vandaag is het thema van de wandeling de stadlopers. En stadlopers, dat is een verzamelnaam voor vogelfamilies, waarvan het typische kenmerk is de lange poten waarop ze lopen. Ze verblijven voornamelijk in gebieden met water of modder. En in die gebieden zoeken ze hun voedsel. Ja, oké, super. En ik heb net een lepelaar gezien. Lepelaars heb je in beeld. Er zijn hier een stuk of 15 op ons broedeiland. En dat is ook een thema van een wandeling. Dat is ook een thema? Ja. Oké, heel goed. Gaan we een beetje verder? Ja, oké. Naast het thema van vandaag, steltlopers, staan er deze zomer ook nog andere thema's op de agenda. Zoals bijvoorbeeld dagvlinders en lepelaars. Benieuwd naar welke wandeling wanneer plaatsvindt? Kijk dan zeker eens op de Zwin-website. Bij de gezinswandeling is kleurentocht het thema. De Zwin-gids geeft info op maat van de jongste bezoekers en zorgt voor een speelse toets. Geen saaie wandeling dus, wel een actieve kennismaking met het Zwin in al zijn facetten. Zo, ik ben weer heel wat te weten gekomen en het leuke van deze wandeling is dat als je ze boekt, die wandeling, dan is de toegang tot het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist mee inbegrepen. Zo kan je voor of na de wandeling ook het huttenparcours doen of een bezoekje brengen aan de tentoonstelling De Geheimen van het Zwin in Lego-blokjes. En dat is ook al meer dan de moeite waard. Als je graag meer informatie wil over die wandelingen of over andere activiteiten, dan moet je zeker surfen naar ikzomerwestvlaams.be.